Een hele goedemorgen, mensen van het goede leven. Mensen, vandaag promodag. Dit is net een fantastisch bericht van een onbekende via mijn Facebookpagina op de Messenger. En die mevrouw die citeerde dus van: Wietse, wat een geweldig artikel wat je in de krant hebt staan. Mensen, ik was er zelf nog helemaal niet van op de hoogte. Maar Wietse TV schoort dus hoge ogen. Wietse TV staat dus in de krant. Dus ik ben dus nu vlakbij, ik ben op het moment bij mijn moeder op visite. En de jongens zitten dus tegenover. Dus ja, ik vlieg dus even naar de winkel toe. En je weet hoe het gaat in die winkels. Mondkapje natuurlijk voor, dat weet je. Nou, dit is wel een strengetje, maar mensen, het gevoel is nauwelijks waarneembaar. Mensen, ik heb dus nu ook ondergoed van Los Ballos in de aanbieding. Een strengetje van 5 euro. Is ook goede kwaliteit. Lekker strengetje. Dit is dus de achterkant. En kijk, de voorkant is voorzien op de couture. Is dus mooi gesierd. Met een strikje voor de vrouwen. Is dus allemaal sierlijk in elkaar gezet. Er is ook allemaal goed over nagedacht. Maar Wietse, even het moraal van het verhaal. Even terug naar Alinea 1. Juist, daar is hij dus, mijn grote vriend. Mensen, de mondkapjes ook. De stringetjes gaan dus weg van 5 euro. De boxershorts van 7 euro. Het is allemaal goed kwaliteit. En je levert ook weer een kleine bijdrage aan het goede doel. Deze mondkapjes, mensen, die gaan dus weg van 5 euro. En ik heb nog veel meer merchandisers. Ga naar mijn Facebookpagina. Wietse Hunting Hoekstra. Op die pagina staan dus al mijn merchandisers afgebeeld. Van t-shirtjes voor de man en de vrouw. T-shirtjes voor kinderen. Ik heb hoodies. Ik heb petjes. Ik heb mondmaskers. De nieuwe merchandise. Het ondergoed. Mensen, ik neem jullie even mee. Ik neem even een loopje richting de Jumbo. Ik zet mondmasker voor. En gaan we die banaan. Mensen, tot straks. Goedemorgen, man. Alles goed? Ja, zeker. Nou maat, wat vind je daar nou van dat ik in de krant sta? Ja, hartstikke mooi. He? En het is allemaal voor een goed doel? Ja, hartstikke mooi. Had jij nog zoiets verwacht? Tante Yvonne erbij. Tante Yvonne, wil je de vlag? Hè? Wil je de vlag? Kom er eens in bij. Kom er eens in bij. Wat een gek. Kom er eens even bij. Nou, vertel. Kijk, ik sta dus in de krant. Ja. En ik met mijn YouTube kanaal dus. En ja? Ik ben dus begonnen met mijn merchandise verkopen. En er zijn dus t-shirtjes en hoodies en petjes en alles noem maar bij elkaar op. En de winst van mijn merchandise, dat schenk ik dus aan een goed doel. Ja. Zoals kinderen met autisme en met een beperking. En dan organiseer ik dus leuke dagen voor. Wat vind je daar nou van? Dat is hartstikke mooi. Ja, hè? Ja. Nou, mensen, je hoort het. Deze meneer, die heeft de krant al open en weggeslagen. Dus ook respect voor deze man, mijn grote vriend. Mensen, ik ga er over en uit. Ik zeg los ballos en laat ze niet ballos. Mensen, wilt u nu een van deze artikelen bestellen? Dat kan. U kunt mij ook mailen
wietsehunting22@gmail.com of je kunt mij ook bellen, sms'en, whatsappen 06 85 43 0433. Mensen, allemaal bedankt voor het kijken en vergeet natuurlijk niet te abonneren op Wietse TV. Ik zeg los ballos en laat ze niet vallos.